Als hij nog een klein setje nodig had, moet ik nou blijven, moet ik bijtekenen of niet, dan zal hem dat vandaag toch gegeven zijn. Het publiek smeekt er bijna, alsjeblieft, nog één jaar. Toivonen. Aanvoerdersband overigens nu bij Bouma, omdat natuurlijk ook Stroopman al vervangen is. Willems. De boodschap is helder. En ook aangekomen bij de aanvoerder zelf. Toivonen buitenspel. Want ik voel me op zich best thuis, maar mogen thuis en dat is hier voor mij. Goed doen. Het is vanaf minuut 1 eigenlijk de hele wedstrijd door zijn wedstrijd. Door de supporters, door de manier waarop zij hun liefde voor Van Bommel laten blijken en hun waardering. Stroopman kan het wel waarderen. Dan probeer ik nog maar eens te zeggen dat je niet bijt heeft. Ook training op jullie, maar. Dan krijgt Bakuna nog even een tik van Willems. Voor Mertens, dan de Leeuw en Lens. De top 3 in de man van de wedstrijdverkiezing. Maar hier in Eindhoven is er maar één man van de wedstrijd. Is er maar één man om wie het nu draait. Hoe dat lijkt deze wedstrijd eigenlijk te overstijgen. Het goede spel in de eerste helft, de voorkomen verdiende 5-0. Het zwakke spel, het zwakke verdediging in de tweede. Dat zal leiden tot 2 tegendoelpunten. Gaan doen. Mertens. Toivonen. Hij heeft geen kans om uit te halen. Dus is er pijn bij uit die loren. Dat is een pure kramp, het laatste in het geval. Zelden vertoont toch dit. Zo lang, met zoveel passie. Zelfs de reservespelers ermee. Dit maak je niet vaak mee in een voetbalstadion. Ja, bij spelers die afscheid nemen. Maar ze willen juist dat hij dat niet doet. Thank you.
PSV wint met 5-2. Volkomen verdiend. Zeer overtuigend in de eerste helft. Minder in de tweede. En het Eindhovense publiek heeft eens te meer de liefde verklaard.